Nou, ik ben Wander Boezekel, superblok bij HCS Company. En vandaag moeten we kijken naar hoe bestandssystemen op Linux in elkaar steken. Wat is nou een inode? Wat is nou een dentry? Hoe zitten die aan elkaar gekoppeld? Hoe worden dingen als symbolische links en harde links nou op een filesysteemniveau gedaan? Hm. Waarom moeten we dat wel weten? Eén, nou, je hoeft het niet te weten. Maar het is wel heel handig om dit wel te weten. Want dan snap je ook wat toeltjes als cp, mv, ln... Onderwater doen, dan is het ook een stuk makkelijker om problemen daarmee op te lossen. Dus laten we naar een terminal springen en dan laten we gaan kijken. Ik heb hier een REL 9 machine met een standaard XFS file systeem. Nou, ik weet niet het een file is. Als ik vraag om mijn huidige directory in HT zegt hij me gewoon dat is XFS. XFS file systeem. Heb je een directory tempfs layout gemaakt? Hij is momenteel nog leeg. L is mijn la, zegt zie ik. Ik heb wel twee objecten al hier in de directory. Punt en puntpunt. punt. Punt. Nou, punt wijst altijd naar mezelf. puntpunt punt wijst naar mijn parent. Dat weten we al. Zie zien we ook de rare kleurtjes hier. Want puntpunt punt is temp, dus die heeft het sticky bitje erop staan. We hebben in het verleden gekeken naar wat dat doet. In dit geval, sticky bit op een directory betekent dat om een bestand te kunnen verwijderen, moet ik niet schrijfrecht op de directory hebben dan moet ik schrijfrechten hebben op de directory en ik moet de eigenaar van het bestand zijn zodat omwille als een tmp directory mensen niet elkaars bestanden gaan lopen verwijderen. Roet negeert dat natuurlijk, mag verwijderen wat hij wil. Laat ik nou een bestand gaan maken. Ik maak een bestand hallo.txt staan. Dan zeggen we even hallo allemaal. Die sla ik op. Dan ja, gaan we kijken met ls-l zien we hallo.txt. Ik zie de permissies erop staan. Ik zie Wander, Wander, 16. Ik zie hier nog wat cijfertjes als een eentje en alles. Huh? Maak ik ook een harde link. Maak ik een ln hallo.txt. Kopieer ik naar hallo2.txt. Ik maak ook een symbolische link. Naar hallo3.txt. Laten we nu kijken. Dan zien we dat hallo en hallo2 is dat eentje opeens in tweetje verandert. Yellow 3.txt is nog steeds een eentje, maar die heeft weer dat pijltje erachter staan. En die heeft hier voor de permissies een L'tje staan in plaats van een minnetje. Nou. Een minnetje betekent regulier bestand op de eerste plek. Een d-directory, een l'etje symbolische link. b een block device, c karakter device. Dus er zijn nog een paar dingen voor, netwerkpipes, sockets, etc. Maar ls laat maar een gedeelte van het verhaal zien. En ik kan LS ook meer opties meegeven. Als ik hem een i'tje erbij zet, krijgen we opeens extra nummertjes hier. Dat is bijvoorbeeld het inode nummer. Hoe werkt het nou onder water? Nou, een bestand wordt op mijn bestandsysteem opgeslagen als een inode. En een inode heeft alles van het bestand behalve zijn naam. Dan kan ik opvragen met de stadcommando. Dan kan ik bijvoorbeeld gaan zeggen: Hallo.txt wil ik zien. Dan zien we, ik heb Halo.txt opgevraagd. hallo.txt is 16 bytes groot. We hebben 8 blokken nodig daarvoor. Het zijn die ook blokken van 436 k Het is een regulier bestand. Hij staat op dit device. In dit geval dev, NVMe. Bla, 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 of dev VD, nog wat. Gewoon welk fysiek bestand, welk fysieke disk staat het op? Dus in het filesysteem, op welke disk staat dit filesysteem? Een inode nummer. En hoe vaak zijn we naar deze inode aan het wijzen? Nou, dat inode-nummer is de unieke identifier van dit bestand. Want als ik die Hello2 opvraag, dan zien we dat dat exact dezelfde inode is. Want een harde link kopieert een bestand niet. Een harde link maakt een extra directory-entry aan. Want ik zei al, een inode heeft alles van het bestand behalve de naam. De naam halen we uit een directory-entry, een dentry. En als ik zou kijken, ik zou zeggen deerlist.txt. Als dit mijn directory is, dan staat er inderdaad iets in als 513 is hallo. 514 is doei. En 513 is hallo 2. Dat is een harde link. De directory listing is niets anders dan naampjes aan inode nummers koppelen. En in de directory is waar het, het naampje bestaat. De inode heeft niks over de naam van het bestand staan. Vandaar dat we dingen als Harde Links kunnen doen. Dan zien we dus inderdaad 2 keer 513 wijs hetzelfde iNode, maar met verschillende namen. Gaan we nou terug naar die stad. Dan zien we dus ook links 2. We hebben twee directory entries in totaal die naar deze iNode wijzen. Gooi ik nou hallo 2txt gooi ik weg. En doe ik een stad op hallo.txt. Dan zien we dat het aantal links is teruggebracht naar 1. Doe ik nou een rm op hello.txt. Deze ga ik even niet uitvoeren, ik wil het bestand straks nog gebruiken. Omdat deze directory entry weggaat, wordt door die rm operatie wordt de reference count, het aantal links op mijn inode, verlaagd. En wil die dan 0 komt, wordt de inode vrijgegeven en de datablokken die erbij horen vrijgegeven. Hm? Dus een directory entry is een naampje dat naar een inode nummer wijst. En een inode heeft alles van het bestand erin zitten, hoe vaak wordt er naar gewezen, inode-nummer, permissies, eigenaar, groep. Dat zien we hier allemaal staan, allemaal andere metadata. Maar niet de naam. Dus op die manier loopt het al van elkaar gescheiden. De andere metadata zien we ook. Ik zie een SI linux context die er hierop staat. En ik zie wat tijden. Ik zie een access-tijd, een modify-tijd, een change-tijd en birth-tijd. Wat houden die tijden nou in? Access time is wanneer het bestand voor het laatst geaccessed is. Dus als ik nu een kat op hallo.txt. Hij stond op 1357. Doe ik nog een stad. Staat hij op 14.1.51. Doe ik nog een kat. En nog een stad. Laat hij naar 14.1.51. Zou dit niet geüpdate moeten worden? Nee. Mijn bestandsysteem staat gemount met uh, Lazy A-times, Relative A-time als de access tijd geüpdate zou moeten worden, maar hij is redelijk recent in het verleden, wordt hij niet geüpdate. Doe ik over een paar minuten wordt hij wel weer geüpdate. Dat is om het aantal writes naar je filesysteem te minimaliseren en de performance van je systeem gewoon beter te maken, zorgen dat mijn disk niet heel vaak op dezelfde plekken geschreven wordt. Met andere tijden die we hebben. Modify tijd, ook een mooi timestamp. Dat is wanneer dit bestand voor het laatst is aangepast en dan om precies te zijn wanneer de Inhoud van het bestand voor het laatst is aangepast. Change-tijd is wanneer de metadata van het bestand voor het laatst is aangepast. Dus zou ik zo zeggen: ik doe een uh, echo A, appenden we aan hello.txt, en een stad daarop. Dan zie je: de access-tijd is relatief aangebleven, modified-tijd is van 13.57 naar 14.2 gegaan. En change tijd is ook van 14 nog wat naar 14.2 gegaan. Waarom die change? -tijd? Nou, ik had toen net een hardlink gemaakt en verwijderd. Dat was die change. En zou ik nou bijvoorbeeld zeggen ch mod uh, O plus uh, R. Hm? Nou, al had al R, dan doen we laten zeggen O plus W. Op halo.txt. Ik doe die stad. Dan zien we dat de modify tijd. Niet wordt aangepast, die is gelijk gebleven. Maar de change-tijd voor de metadata en permissies is een stukje metadata, wordt wel aangepast. We hebben ook nog een tijd, die zal nooit meer aangepast worden tenzij ik met een disk-editor bezig ga. Dat is de beurt-tijd of creatietijd. Die zie je niet op alle filesystemen, op alle versies van Linux terugkomen. ButterFS op Fedora, XFS op Fedora, XFS op RHEL heb je dat wel. Dat is wanneer een bestand voor het eerst is aangemaakt. Je ziet, ik heb hem om drie voor twee heb ik hem aangemaakt, een paar minuten geleden. Maar er is nog steeds meer data die dit bestand kan hebben in zijn metadata, die we ook met stad hier niet zien. En dat is met extended attributes. En die kan ik met zf opvragen. Ik kan met zeggen -dump ze maar allemaal. We lopen een txt. Hm. Moet ik get af. niet Get Die laat niks zien. Dan komt dat die standaard alleen maar extended attributes. Dan zien die met de naam user beginnen. Dan mag ik met min m mag ik een regular expression opgeven. Kan ik kan bijvoorbeeld zeggen punster om alles te matchen. Maar specifiek voor dit geval mag je ook het match pattern min gebruiken. En dan zie je dat security.selinux. Linux heeft mijn S Linux context erin zitten. Is een extended attribute. Maar we hebben ook set zfwattigen waar ik mee mag spelen. Ik mag bijvoorbeeld zeggen minnaam user.backup uh, uh, value uh, nooit. En die kan ik dan zetten op hallo.txt. Dan heb ik die attribuut gezet. Dan doe ik een start op hallo.txt. Zien we die user f niet terugkomen. Dan doen we nou get f -address. Ik doe het alleen min d. Ik ga niet zeggen dat je een bepaald patroon moet hebben. Dan zie je dat hij zegt: user.backup is nooit. En er zijn dingen als backup-programma's die dit gebruiken, synchronisatieprogramma's die dit gebruiken, om extra informatie bij bestanden op te slaan. Je hebt van die die leuke indexing-engines dat je makkelijk door al je documenten heen kan zoeken, die hier bijvoorbeeld keywords in zetten, of waar je labels mee kan zetten, die je op deze manier bij die bestanden opslaat. En het fijne is dat een goed backup-programma die ook gewoon meeneemt, want het is onderdeel van mijn inode. Ook als je gaat spelen met bijvoorbeeld Gluster, uh, voor de mensen die ooit met GlusterFS gespeeld hebben. Als je Gluster S3 stores laat doen via Swift, dan worden dingen als de ACL's voor wie erbij mogen, worden hier in die Extended Attributes opgeslagen. Dus fijn om te weten, getfattrap, zfattrap om daarmee te spelen. En die worden gedaan door de ATTR pakket, zitten die in. Maar ook Linux context staan dus in security.selinux. Gewone gebruikers mogen geen andere dingen zetten dan user.nog iets. Want als ik hier maak van uh, flops.backup, krijg ik operation not permitted. Gewone gebruikers mogen alleen maar extended attributes zetten die met user. beginnen. Root mag zetten wat hij wil, dus zou ik hier uh, sudo voor typen. Mag het ook niet, want we hebben user .security flops. Maar gewone gebruikers mogen alleen user doen. Dus dan weten we dat ook weer. Dus we hebben inodes, we hebben directory entries. Zit er nou nog niet als een symbolische link maakt? Nou, er kan nog een symbolische link staan. Dan heb ik stad.hallo3.txt. Hallo3 heeft de inode 51433388. Niet te verwarren met mijn gewone hallo.txt. Die 51434394 heeft. Compleet andere. Hm? als ik kijk bij die symbolische link, dan heeft hij als type Symbolic Link staan. Hij is 9 bytes groot, het bestand. En als ik ga kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat is precies het aantal karakters van hello.txt. Dus de inhoud is gewoon puur waar hij naartoe wijst. Maar omdat hij een symbolische link is, als ik deze ga volgen, komen we op uit waar ik moet. Als we ook naar de permissies kijken, dan zien we 777, alles. Er komt het als je een symbolische link access, worden niet deze permissies gebruikt, maar kijken we naar de inode waar die naartoe wijst. Dus we kijken naar de dentry waar die naartoe wijst, de iNode die daar weer aan gekoppeld zit. Naar welke bestandspermissies erop staan, of we daar wel of niet bij mogen. Zie, de symbolische link heeft ook gewoon puur alleen zijn eigen access, modify change en beurttijd. Dat heeft helemaal niks te maken met de tijden van het bestand waar we naartoe wijzen. En die van de symbolische link. Access tijd wordt af en toe wel geüpdate nog. Nou, voor de rest is het puur modify, change. is gewoon wanneer we die symbolische link aangepast hebben. De symbolische link pas je eigenlijk niet aan. Je verwijdert hem en maakt hem opnieuw aan. Dus het filesysteem heeft directories. En directories zijn lijsten. Dat is ook een apart bestand. Als ik zeg stad, punt. Dan zie je dat is type directory. En als je naar de grote kijkt, dan kom je mooi uit op mijn bestandsnamen die daarin staan. En de grote voor de i nummers die erachter zitten. Een bestaald bestand, daarin koppelen we dus namen aan. I-node nummers, dat noemen we een dentry. En die I-nodes hebben voor de rest permissies, extended attributes, access tijden, metadata, owner, groep, etc. erop staan en die link count. Dus als we hier een tekeningetje van zouden maken, dan hebben we dus eigenlijk een directory. Die directory bestaat uit dentries. Nou, laten we gewoon even doen alsof dit jammer is. We hebben een directory. Die directory heeft dentries. En elke dentry heeft een naam. En een inode nummer. Die hebben we vaker. En dan hebben we onze inodes. Een inode is elke keer een nummer. En dan een inode nummer. En dan metadata. Met daaronder dingen als permissies. Extended attributes. Of een extended address zetten. Dat is jammer van maken. Owner. Groep. type, Link count. Etcetera, etcetera. Dus dat zijn twee aparte objecten. Hoe heeft dit nou effect op uh, CP en MV? Nou, heel simpel. Als ik een kopie maak met CP, maken we een nieuwe I-node aan. En voor die nieuwe INode maken we een nieuwe Dentri aan. Doe ik een verplaats met MV. Dan halen we alleen maar de bestaande Dentri weg en maken we een nieuwe Dentri aan. Eigenlijk we maken een de nieuwe Dentri aan en dan halen we de oude Dentry weg. Dus blijven we in dezelfde I-node. Dat zal je dus ook zien met dingen als SELinux contexten. Als we gaan kopiëren of verplaatsen. Hm? Laat we deze even uitgooien. Ik heb hier mijn hallo.txt. En als ik doe um, SELinux context. Hm? Ls min z. Dan zien we dit is user temp hm? Doe ik nou een sudo cp van hallo3.txt. Naar www.html. Ik heb wel far www direct directory. Of heb ik deze, deze machine nog niet? Nee. Oké. Okay. sudo dnf install hub Om die directory te krijgen. Blijkbaar had ik nog geen Apache op deze machine staan. Oh. Oké. Okay. Blijkbaar moet ik deze machine even opnieuw aan Red Hat koppelen. Nou, we maken gewoon directory. Far www html even aan. Ik heb hem laatst van een snapshot teruggezet. Waarschijnlijk is het certificaat niet geldig meer. Sudo min p. Restorecon min rv. sudo Hudo restorecon. Ja. Nou, Relabeld. Als jullie dus context weten dat syscontent t, syscontent t moet zijn. Doen we nou mijn cp. naar far www html. En kijk ik met ls.z naar. CP heeft een nieuwe inode aangemaakt. Een nieuwe inode aanmaken, want een nieuwe SLinux-context heeft SLinux-context meegekregen van zijn ouder. Dus is HTTPSS-content tegenwoordig. Doe ik nou een sudo mv en laten we hem eventjes uh, uh, mv.txt noemen. En kijk ik nu, dan zien we die mv.txt ja, is unconfined object user temp tegenwoordig. Niet helemaal wat bezocht, want hier mag een patch hier niet bij. Waarom? Als ik hem ga stappen. En ik stap ze allemaal. Even bestanden daar. Dan zien we dat het reguliere bestand hello heeft iNode nummer 3687 alweer gekregen. En die mv.txt. Oh. Wacht even, heeft ik daar een simblink van gemaakt? Dat was dan niet het doen. Even een L zetten ja, Dat is een simtekst. Ja. Dat was niet de bedoeling. Ik had toch MV gedaan. Oh hallo, 3 was een simlink. Sorry. Ik had hallo.txt moeten doen. Vandaar. daar. Jullie houden me nog niet tegen als ik iets raars doe. Dus laten we eventjes die MV.txt moeten even verwijderen. Ik wou het zeggen. Wat ziet hij er raar uit? Nu doe MV hallo.txt. Laten we eerst even een start doen voor de zekerheid nog. I no the nummer. 4394 op het einde. Nu doe mfay naar mv.txt Doen we nu die stad op allemaal nog een keer? Dan zien we dat die mv.txt is gewoon nog steeds een regulier bestand en het is exact dezelfde inode als het was. We zien ook dus dit is nog steeds user temp tegenwoordig, want we hebben geen nieuwe inode aangemaakt. Dus we hebben geen reden gehad om een nieuwe SELinux context te gaan zetten. Dus te kijken naar mijn ouder van wat zou dit moeten worden. Dus CP maakt nieuwe dingen aan. MV maakt alleen maar nieuwe dentries aan. Terwijl CP een nieuwe dentry en een nieuwe inode doet. is goed onthouden. Bestandsnaam staat in je directory naam. Er staat een directory als een dentry. Die wijst naar een I node nummer. De inode heeft de rest van de bestandsmetadata erin zitten als permissies, tijden, essilines contexten, extended attributen. Dus ook get FATTR. ATTR. Laten we even als sudo draaien. Uh, min D, min M min. Zo, dat voor de zekerheid min min. Bar -w -w -html ster. Dan zie je dat die mv.txt heeft ook zijn extended attributes bijgehouden van user.backup is nooit. Terwijl die nieuwe, dat een kopie was, heeft die extended attributes niet meegenomen. Want die stonden in mijn inode. Nu heeft cp wel opties om dat ding ook te kopiëren, maar die staan standaard niet aan. Zo, dat was hem alweer voor vandaag. Uitgebreide video in redelijk weinig tijd gecondensed. Directory entries en inodes. Belangrijke verschillen. Hoe werkt het nou onder water? Hoe kunnen we hier naar kijken? Ik hoop dat je het van geleerd hebt. Vond je het leuk? Klik op het like-knopje. Wil je er meer van zien? Klik op het subscribe-knopje. Denk je, die wand heeft het helemaal fout? Of die Wander is geweldig? Wil ik achterlaten? Mag allebei. Laat wat commentaar achter. En hou HCS Company. Ook vooral je Linux Basics. Tot ziens.